Nieuwmond Suriname telt momenteel 37 actieve COVID-19 gevallen, onder wie werknemers en zakenpartners. 32 personen zijn intussen hersteld van het virus. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. Nieuwmond gebruikt naar haar zeggen een strikt screeningprotocol dat ertoe leidt dat positieve gevallen niet onopgemerkt blijven. Een onderdeel hiervan is dat werknemers die als directe contact van positief getesten geïdentificeerd zijn, volgens de BOG-regels veilig in quarantaine worden geplaatst. De COVID-maatregelen zoals sociale afstand, verplichte mond- en neusbedekking, hygiënecontrole voor reizen van en naar de site blijven gehandhaafd. Ook is het aantal medewerkers op de site aanzienlijk verminderd om het risico op verspreiding van COVID-19 te minimaliseren. Verder erkent het bedrijf dat er inzake de aanpak van de pandemie een transparante communicatie moet zijn tussen de leiding, werknemers, zakenpartners en de Nieuwmond vakbond. Intussen heeft de directie van de Centrale Bank van Suriname gisteren besloten de bank dicht te houden. De reden hiertoe is dat twee bankmedewerkers positief zijn getest. Conform het protocol is de CBVS er gelijk toe overgegaan om alle locaties te ontsmetten en de bank te sluiten voor medewerkers en klanten. Laat de bank optekenen in een communiqué. Intussen is het aantal doden op de COVID-19-website gestegen naar 29. 91 personen zijn in het ziekenhuis opgenomen en 9 liggen op de ICU. In de afgelopen 24 uur zijn 119 personen genezen verklaard, terwijl 521 positief getesten in isolatie zijn. 647 personen die niet positief zijn, zijn in quarantaine. In totaal zijn er ruim 2000 positief getesten, van wie 1446 genezen zijn.